Saoedi-Arabië is het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Het meest prominent met de dood van journalist Jamal Khashoggi. Het Westen staat aarzelend tegenover het regime. Weinig landen durven echt kritisch te zijn over de mensenrechten schending in het land. Duitsland, Denemarken en Frankrijk treffen Saoedi-Arabië nu wel met sancties. Welke machtsmiddelen heeft het streng islamitische land tegenover het Westen? Saoedi-Arabië bezit ongeveer 18% van de olievoorraad in de wereld. Daarmee heeft het land wel een machtsmiddel, maar echt grote druk kan het daarmee niet uitoefenen. In theorie kan een sanctie of kritische nood uit het Westen leiden tot een stijging van de olieprijs. Maar de Saoedische economie is fragiel. Zo'n prijsstijging zou het land waarschijnlijk maar tijdelijk volhouden. In 2017 moesten de Saoedi's voor het eerst btw heffen vanwege het oplopende begrotingstekort. Daarnaast is het de VS van president Trump dat sinds kort de grootste olieproducent is. Daardoor hebben we eind 2018 ook in Nederland relatief goedkope brandstof aan de pomp. In 2017 sloot de VS een wapendeal met de Saoedi's ter waarde van $110 miljard. Maar ook Europese landen hebben grote wapencontracten met Saoedi-Arabië. Denemarken en Duitsland hebben nu dus besloten voorlopig geen wapens meer te leveren in verband met de zaak Khashoggi. Ook Nederland wil Saoedi-Arabië een wapenembargo opleggen via de Verenigde Naties. Op dit gebied hebben de Saoedi's veel te verliezen. Ze hebben veel geïnvesteerd in westerse wapensystemen. Westerse wapens boycotten en overstappen op bijvoorbeeld Russische of Chinese wapens zou een enorme en nagenoeg onbetaalbare operatie zijn. Het Westen lijkt nog het meest afhankelijk van Saoedi-Arabië als het gaat om stabiliteit in het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië fungeert daar als politieagent en is een van de weinige bondgenoten. Het land doet ook mee aan de Amerikaanse coalitie die strijdt tegen IS. Op dit punt heeft het Westen het meest te verliezen. Ook gezien het feit dat de Westerse coalitie niet in staat blijkt het Syrische regime te bestrijden. De Saoedi's hebben ook belangen in ons land. In april werd bekend dat zeker 30 islamitische organisaties in Nederland miljoenen euro's ontvangen vanuit Saoedi-Arabië. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof krijgt de fundamentalistische islam hierdoor voet aan de grond.